tijdje geleden, toen werd er veel gelachen toen jij op tv zei dat het een mooie groep was en daar geëmotioneerd van werd. Als je hier om je heen kijkt, heb je dan niet een beetje je gelijk gehad? Holder, wat een feest! Dit is niet normaal! Volgens mij zijn we met z'n allen geschiedenis aan het schrijven. Je hebt al zoveel gezien en meegemaakt, jij kijkt nergens meer van op. Nee, maar dit heb ik nog nooit van daarbij meegemaakt. En ik ben vanmiddag ook door de stad gelopen met zoon en twee kleinzoons. Ja, dan is het gewoon een feest en iedereen is vrolijk. Een fotootje hier, een fotootje daar, maar vrolijk, gezellig. Ja, ja. Dit is gewoon waar je het voor doet, hè. Houden van het leven, de liefde en de geleden, toen werd er veel gelachen toen jij op tv zei dat het een mooie groep was en daar geëmotioneerd van werd. Als je hier om je heen kijkt, heb je dan niet een beetje je gelijk gehaald? Nee, het is geen gelijk halen en het was ook een gek moment. Ik zag in een hele korte flits mijn hele carrière voorbij komen. En ik had zoveel groepen meegemaakt, zoveel voorbereiding, zoveel verwachtingen. En toen zat ik daar en ik kende een heleboel jongens niet echt. En die waren zo aardig, toeschietelijk, positief, leuk. Ja, dat me ontroerde. En dat is natuurlijk ook wel mooi, het was oprechte tv. Ja, ja, maar ja, als het heel vaak herhaald wordt, denk ik... Maar ik schaam me nooit voor mijn emoties. Waarom? Uiteraard jouw nummer dat dit toernooi een beetje gedragen heeft. Dat zou ik zo niet willen zeggen, maar de supporters dragen het nummer. En die hebben het gemaakt voor wat het nu is. Ja. Inclusief het buitenland natuurlijk, want left, right, links, rechts in Duits, in Frans, alles komt langs. Ongelooflijk, ik heb... Gisteren met CNN gesproken, vanmiddag met de BBC. Ik sta in The Guardian, in de New York Times. Ja, het lijkt wel een film. Brengt dat nog wat in het laadje? Ja, absoluut. Ik ben nu het pols of ze iemand zoeken voor de halftime show van de Super Bowl. En dan ga ik wel een factuur sturen, ja.